Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Dikke wolken boven Nederland, maar in het noorden komen een paar opklaringen voor. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen of motregen, dat trekt langzaam naar Duitsland weg. En dan wordt het op veel plaatsen droog. Vanochtend met temperaturen rond een graad of 8 en een zwakke tot matige noordelijke wind. Die wind verandert vanmiddag niet of nauwelijks. Temperatuur, daar komt wel ietsjes bij. Het wordt ongeveer 10 graden, met van het noorden uit op meer plaatsen af en toe de zon. Laatste spat motregen of een enkel buitje nog, vooral in het zuiden van het land. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Aan de bewolkte kant. De wind begint langzaam te draaien en wordt uiteindelijk zuidelijk van richting. Voor de nacht hebben we temperaturen rond een graad of 4 en morgen wordt het een graad of 10 waarbij het van het zuidwesten uit gaat regenen. In de loop van de middag neemt de kans op drogere momenten in het zuiden wel wat toe en heel misschien schijnt de zon eventjes in Zeeland. De wind waait matig uit het zuiden en vrijdag en zaterdag hebben we ook een zuidelijke richting wat wind betreft. De temperatuur ligt dan rond een graad of 9. In het noorden kan een enkele bui valen op de vrijdag, op zaterdag misschien ook in het zuidoosten. Verder schijnt de zon af en toe en is het redelijk rustig. Op zondag neemt de kans op buien wat toe. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.